zelf nu mee aan het goed praten. En hij is zo fluffy. Lekker. Memphis huilt, schat. Maar ik heb het met kokosnip. Lying to myself. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag en mijn kreugel mag eruit. Jee, ik ben zo super blij. Eindelijk dat stomme ding eruit. Oh. Mijn hele mond is ook aan de binnenkant stuk ervan en ik ben er nog helemaal klaar mee. Dus vandaag mag je eruit. Het is wel even een sit. Ik moet iets van 2 uurtjes zitten. Maar liggen. Ja, liggen. And I don't care. Ik ben zo blij dat hij eruit mag. Eindelijk. Oh. Nou, ik ben dus net bij de tandarts geweest. En ik heb een nieuwe beugel. Waar ben je geweest? Naar de tandarts. De hoe? De tandarts. Zandarts. En ik heb dus de nieuwe nachtbeugel. Leuk. Heb je een nieuwe nachtbeugel? Oh ja, ik heb een nieuwe nachtbeugel. En je gaat er een beetje voor slissen. Een heel klein beetje maar. Hij smaakt nog wel voor mij. Nou, dat slissen is niet zo heel erg, maar je praat een beetje als een mongooltje. Fuck off. Lekker sinaasappelsappie. Lekker sinaasappelsappie. Oké, nog een keer. Ik kan het nu wel goed. Nee, ik kan het niet. Nee. Lekker sinaasappelsappie. Dat wel. Wat vind jij ervan? Ik vind het helemaal niks. Mm. Oh, dit is zo raar. Dit is echt zo raar. Oh my god. Oh. Ik can smile again. Nog een kiwi. Wil je nog een kiwi? Ja. Maar je hebt er al 1 op. Nee. Oh, daar. Zal ik hem snijden? Ja. Oké. Zo, een hele goede morgen. Het is weer een nieuwe dag. Ik loop even snel naar het plein, want ik moet nog eventjes wat dingetjes daar doen. Ik ben buiten adem. Oh, heel erg buiten adem. Ik wil mijn nagels laten doen voor 5 weken of 4 weken of zo naar Mexico. Dus dan wil ik alvast mijn nageltjes weer helemaal on fleek hebben. En ik ga me even inschrijven voor een nieuwe sportschool. Want ik train nu heel vaak thuis en ik wil toch weer wat meer in de sportschool gaan trainen. Dus ja, dat allemaal bij elkaar. Nou, ik heb uiteindelijk dus niet mijn nagels gedaan, maar dat ga ik andere keer doen. Muziek staat op de achtergrond een beetje hard aan, want ik ben echt helemaal in mijn coke vibe. En ik praat een beetje snel, ik heb het door, sorry. Ik ben gewoon enthousiast. En hij is zo fluffy. Ik ga dus pannenkoeken maken voor de jongens. Kijk. Should've let you go. And I was stupid, I was foolish, I was lying to myself. Let's do it. I never felt. Ik vind het altijd zo irritant, want het wil niet loslaten. Nooit. Je moet echt zo'n spray hebben of zo. Baby, when you left, I lost a part of me. Oké, ga dan maar. Kut. We gaan elkaar raken. Nee, niet raken. Oh, wat ben ik ook een nerd. Oh baby, baby, we belong together. Gelukkig. Mary Lou just saved the fucking day. Kijk nou. Ze zijn echt super mooi. En ik had dus net op de markt dat ik verse aardbeidjes gehaald. Dat is echt super lekker hiermee. Wacht even. Oké, de pannenkoekjes zijn klaar en ze zien er echt super lekker en yummy uit. I just nailed it again. Maar ik heb het met kokosnipjes, zoals je hier ziet, en wat aardbeidjes en wat room heb ik nog met wat vanille aangemaakt. En dan de pannenkoekjes zelf met aronsido. Ik moet nog steeds wennen aan mijn mond. Zo, dat had ik wel. Ik heb soms wel dus een beetje een snor en ik ga dus dat weg laten lezen. En ik ben benieuwd hoe dat gaat worden. Ik heb een paar dingen gelezen wat ik eigenlijk dus liever niet had willen lezen. Dat je witte vlekjes krijgt. En zo. Dus als je dat ooit een keer hebt gedaan, laat even hier weten hoe het bij jou was. Want ik ben best wel nerveus daarvoor. Want ik wil niet van die witte vlekjes hier hebben. Nou, nu zie je alleen pukkels hier, maar voor de rest ook niks. Maar jullie know, je snapt wat ik bedoel. Take it back, back, back. Ik vind dit wel de shit hoor. Lekker luchtig van binnen. Ik vind hem echt lekker. Oké, ik heb alles klaarstaan. Pannenkoekjes.
En ik heb hier alvast wat aardbeidje gesneden. Dus dan wanneer ze van school komen ben ik gewoon meteen klaar. En dan kunnen ze lekker meteen wat eten. En ik ga nu even met de hond lopen, want die staat echt om me heen te springen. Tina, wil je naar buiten? Hoi. Eigenlijk op. Ja, maar doe maar dicht, is bak. Wil je een pannenkoek? Met ja. Aardbeidje? Nee, met de aardbei. Met de aardbei. Ik ga jou wel opeten. Nee, niet doen. Ik ga jou wel opeten. Ik wil chocolaatje. Oh. Ik wil chocolaatje. Oh. Ik wil chocolaatje. Dat is zo lekker. Kijk. Met de aardbei. Moet mama snijden? Ja. En hier zitten. We gaan niet met de pannenkoek daar. Ah! Ah! Zit jij nou al die aardbeien erop te eten? Memphis, je mandarijntje. Memphis. Oh nee, is Memphis weer weg? Memphis. Waar is Memphis nou? Memphis! Oh, daar ben jij! Daar ben jij! Lesje, ook heb je jouw pannenkoekjes! Yes! Als je nog wat meer stroop wil mee te zeggen. Lekker! Ga je opruimen, schat? Memphis, ga even opruimen, schat. Ja, ik heb het niet. Ja, hij is schoon, ja. Maar kijk, je hebt hier nog wat dingetjes op te ruimen, hè? Hey, ga je opruimen? Ik heb bijna opruimen. Kijk, ik heb mijn paspoort. Ja, van Alessio. Kijk, ik doe het zo aan. Nee, dat is een... Dan moet je over je hoofd doen. Kijk, je hebt hier nog allemaal rommel. Kijk eens hier. Waar is mijn vis? Nee, dat is naar voetbal. Oh. Doe maar klikken. Goed zo. Ziet je lekker zo? Wil je dat ik de appel snij? Ja. Kijk, ik doe ze opdraaien. Ja, maakt niet uit hoe je hem pakt. Ga maar eten. Deze moet je hem pitten en tutten. En dan dus doe je de appel en de tutten. Appel uit en tutten. Appel uit en tutten. Ook? Wat ga ik ook? Mama? Mama ook? Memphis gaat douchen, mama niet. Oké. Okay. Hou van jou. Hou van jou. Kusje. Kusje. Love you. Love you. Tot morgen. Ik heb een haar bij mijn noten. Het is vandaag zaterdagochtend en ik ben alleen met Memphis. Ik ben echt super moe. Ja, that's it. En wat ik vandaag moet doen is ook niets. Ik wil nog wel heel graag even sporten. Oké, gisteren was ik dus naar het plein gegaan om me in te schrijven bij Fit for Free. Want er is een nieuwe hier open. Ah, lekker snottie. Dat niet alleen thuis train, maar ook echt in de sportschool ga trainen met gewichten en zo. Want ik wil weer gewoon lekker fit zijn en mijn figuur van vroeger weer terug hebben. Dus lekker, nou, gewoon getraind. Maar doe je dat goed, man? Helemaal zelf gedaan. Oké, verandering van planning. Want ik zou gaan sporten, maar ik ga dat dus nu toch maar niet doen.
Want het is veel te laat en ik was wat later thuis. Maar hij heeft nu de jongens meegenomen. Dus ik heb het vandaag dus een paar uur lekker voor mezelf. Vanavond gaan we ook uit eten, omdat Alessio jarig is geweest. Het is 10 jaar, yay! Nu mijn nageltjes toch doen. Omdat ik gisteren eigenlijk al een poging deed om te doen. Maar eindelijk ben ik weer thuis gekomen. Want het was de bedoeling dat ik mijn haar vandaag ging doen ook nog. Nou, ik heb nog even in een mix gegooid. Maar ja, dan moet ik helemaal naar de stad. En ik weet niet of ik dat nu haal. Omdat ik vanavond dus ook uit eten wil gaan met mijn zoon. Ik heb dit aan. Ik heb een nieuwe riem gekocht van de Sarah. Dit is echt mijn favorite of all time truitje. Ik heb hem zo vaak aan. Af en toe lijkt het alsof ik geen andere kleren heb. Maar dat heb ik wel hoor. Maar ik vind het gewoon lekker zitten. Dat is wel heel raar voor mij hoor. Omdat ik hem in had gesteld op gaan sporten. En dan ga ik ineens niet sporten. Vind ik allemaal een beetje raar. Nee, je haalt het niet om te sporten meer. I know. Want dan ben ik helemaal bezweet en dan moet ik weer mijn haar doen, weet je. En dan... Oh ja, ik had al verteld over mijn snor, toch? Die ik dan ga weghalen. Ga weglaseren. Ik vind het gewoon echt niet vrouwelijk als je af en toe met een... Want ik ben ook te lui om het te harsen en zo. En af en toe met kinderen en zo. Heb ik gewoon niet zoveel zin om iedere keer dit te laten doen. Dus als het dan goed is, denk ik, nou, doe ik even snel een scheermesje eroverheen en dan klaar. Maar het is zo ook slecht voor mijn huid en het... Nou, het is gewoon niet vrouwelijk als je met een scheermesje hier gaat zitten. Dus in een notendop. Zelf nu meer aan het goed praten. Zo, mijn nageltjes gedaan. En I'm happy with it. Wat is dit gezellig, jongens. Of niet? Haal me eruit. Dankjewel. Memphis huilt, schat. Moet hem even troosten. Nou, hij wil eruit, zegt hij. Ja, nou, hij gaat lekker slapen. Oh nee, hij ging nog tv kijken. Ja. Slaap lekker. Ik ga nog tv kijken. Dat is je iPhone, dat is geen tv. Ik ga nog Mien tv kijken. Mien tv? Wat was er? Ja, ik had zijn lamp erom uitgenomen. Oh ja, dat moet je ook niet doen. Ja, haar zit echt mooi. Kom. Zo is ook niet echt charmant. Maar ja, benieuwd. Wat gaan we kijken, Nico?